We staan hier voor het ACFO hoofdkantoor, samen met Jeroen van der Somme. En ik ga Jeroen vragen wat zijn doel is om hier bij ACFO te komen en zijn achtergrond. Jeroen. Nou, dank je. Maarten, ik werk bij ACFO ja. Sinds 1 maart, dus eigenlijk heel kort. Hoewel ik al veel langer bij ACFO betrokken ben, van het begin eigenlijk. En ik ben hier vandaag vooral om de gebruikers van ACFO te leren kennen. En te horen, te luisteren, nou, wat hun bevindingen zijn in het veld en met de tools die ACFO biedt. Oké. Er was net een mooie presentatie. Heb je nog weer nieuwe dingen opgedaan, nieuwe lessen geleerd? Of was het allemaal? Nou ja, er waren natuurlijk een heleboel handige tips, hè, hoe je video's moet maken. En wat ik erg leuk vind, is dat iedereen nu de kans krijgt om het zelf te proberen. Want als jij het niet kan, dan kan je het ook niet overbrengen naar je veldteams die het moeten doen. En het is echt een hele eenvoudige manier om veel makkelijker dan de mensen laten schrijven en rapporten schrijven, om toch een indruk te krijgen wat er in het veld gebeurt. Ja. Je vertelde, je werkt nu net een halfjaartje bij ACFO. Wat was voor jou de motivatie om bij ACFO te gaan werken? Nou, de motivatie komt eigenlijk vanuit mijn praktijk. Ik ben van huis uit hydrogeoloog. Heb 10 jaar in West-Afrika en in Azië gewerkt, in het gebied van water. En ik realiseerde me op een gegeven moment van de kennis die ik toen had. Ja, wie heeft die nog? Waar is die gebleven? Ja, die staan in een rapport. En dat rapport ligt ergens bij een financier of een opdrachtgever die in de tijd voor dat werk betaald had. En dat is eigenlijk doodzonde. Dat maakt namelijk dat we steeds het wiel opnieuw uitvoeren. En dat hoeft helemaal niet, want er zijn een heleboel nieuwe technieken. Zoals deze videobestandjes en Wikipedia, Aquapedia, etc. Om die kennis te bewaren en door te geven. En dat moeten we veel beter doen. Dat was eigenlijk de motivatie om met ACFO in de slag te gaan. Oké. Okay. En wat kunnen we de komende tijd nog verwachten van jou binnen ACFO? Nou ja, wat je van ACFO kan verwachten, en daar wil ik graag aan mee helpen. Ik denk als je over 5 jaar terugkijkt, hè, naar het moment dat wij hier staan, dan zal je ergens zien dat we op een keerpunt staan van hoe wij als ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in het veld opereren. Door het gebruik van deze technieken, door het feit dat communicatie eigenlijk niks meer kost, zal onze werkwijze ingrijpend veranderen. Oké. En daar is dit het begin van. Ja. Jeroen, bedankt. Ja. Dit was Marten Suzebeek voor het ACFO hoofdkantoor. En hierbij sluiten we de video af.